Welkom bij Iedereen kan haken. Eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het abonneren en de duimpjes omhoog. Zet de notificatiebel aan en ja, dan krijg je iedere keer een nieuwe video te zien als ik er een upload. Ik ga nu een tas maken van dit garen. Hier zit 825 meter op, maar het is haaknaald 2,5. Maar ik ga dus dubbel garen pakken, dus twee keer, even opzij, twee keer de draad en dan pak ik haaknaald nummer 4 of 5. Ik ben er nog niet helemaal uit, maar we gaan zo beginnen en dan zie ik jullie zo weer terug. Tot zo! Om de tas te haken heb je nodig haakgaren. Ik heb twee bollen nu, maar ik weet nog niet of ik ze allebei nodig heb. Haakgaren en hier zit 150 gram op, maar als je ziet dat hier 825 meter op zit, dan hoop ik het met één bol dat ik het daarmee red. Dit is 100% katoen, baumwollen. Dit kan dus in 60 graden gewassen worden, verder niet in de droger of zo. Ja, het is gewoon een hele mooie katoen. Het is, je hebt nodig om deze tas te maken een schaartje, centimeter katoen, en het maakt niet uit welke dikte, als je maar de bijbehorende haaknaald gebruikt, dus de dikte van het garen. Ik heb haaknaald nummer 2,5 gebruikt. Je hebt nog nodig een stopnaaldje om je draadjes weg te werken, 4 steekmarkeerders, en om de hengsels eraan te maken heb ik deze clipjes. Die kan je bij mij bestellen, maar je kan ze ook gewoon in een hobbyzaak kopen. Het patroon heb ik ook uitgeschreven, dus wil je het patroontje bestellen, dan mail je naar iedereenkanhaken@hotmail.com. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We beginnen de tas met een granny te maken, een vierkante granny van 30 centimeter en dat is 12 inch. En ik pak zo even ander garen om het uit te leggen, omdat dit toch te fijn is om het begin uit te leggen. En we gaan dus echt een vierkantje haken met een losse boog in de hoeken. En ik pak even aan de garen en een andere haaknaald om het uit te leggen. Maar zo zie je, dit wordt de bodem van de tas. En dit wordt gewoon een vierkant. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Je begint met een opzetlus en we haken 4 lossen. 1, 2, 3, 4. Je sluit de ring in de eerste losse met een halve vaste. Dus je haalt je draad door 2 lussen. Kijk, dan krijg je een rondje. En dat is dit rondje wat je hier in het midden ziet. En daar gaan we nu 5 lossen maken. En 3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes. 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Dan in de opening gaan we 3 stokjes zetten. 1, 2. Drie.
3, 2 lossen en weer 3 stokjes, 1, 2, 3, 2 lossen, 1, 2 en weer 3 stokjes. En weer 2 lossen. Dan zie je dat we hier bij het begin zijn gekomen. En dan gaan we 2 stokjes nog maken, want deze telt mee als stokje. 1, 2. En in de derde losse 1, 2, 3. Daar sluit je de ring, of daar sluit je de toer. Met een halve vaste. Zie je dat je dan de eerste toer al af hebt met je 4 openingen? En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. En dan gaan we nu aan de tweede toer beginnen. Met eerst een vaste in die losse opening. Dus in deze opening halen we het draad op en maken we een vaste. En dan maken we 4 lossen. 1, 2, 3, 4. Dan gaan we 2 stokjes in deze opening zetten. 1, 2. En dan gaan we op die stokjes, op die 3 stokjes, weer gewoon 1 stokje zetten. 1, 2, 3. En dan zijn we nu op de hoek aangekomen. Even wat garen pakken. En van dit garen, dit is gewoon een gewone bol. Daar kan je natuurlijk ook die tas van maken hoor. Op de hoek ga je weer 2 stokjes zetten in de hoek. 1, 2, 2 lossen en met 2 stokjes. En hierna komt nog een video waar ik de hoek weer apart nog even uitleg. Maar dit is dus gewoon toer 2. Dan weer op elk stokje. 1 stokje. Kijk, en dan zie je dat je een meerdering krijgt. Omdat je hier 2 stokjes hebt gemeerd en dan nog gewoon op het stokje de stokjes. Kijk, dan ga je hier 3 stokjes en in toer 2 krijg je dan 7 stokjes. Dus je hebt 3 plus 2 is 5 en dan ga je hier ook nog 2 stokjes bij maken. En dat is 7. 1, 2. 2 lossen. 2 stokjes in de losse opening. Of in de losse boog. En weer op elk stokje 1 stokje. Je kan de video altijd langzamer zetten of sneller.
En de ondertiteling pas ik ook altijd aan, zodat je in je eigen taal kan kijken. Hier, we zijn weer bij de hoek. Wat doen we dan? 2 stokjes, 2 losse, 2 stokjes. Twee lossen en 2 stokjes. Dan ga je op elk stokje weer 1 stokje zetten. En dan zijn we op het einde van de toer. En omdat deze meetelt als stokje, gaan we nog 1 stokje in de losse boog zetten. En we sluiten de toer in de derde losse. 1, 2, 3. Het liefst pak ik altijd 2 draadjes. 2, 3. Ja. En we sluiten toer 2. En zo ga je alle toeren zijn een meerdering, dus het herhaalt zichzelf. Hierna krijg je een video nog te zien hoe ik iedere keer een nieuwe toer begin. En hoe de hoeken nog een keer uitgelegd. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo. Je haakt de hele granny door totdat je bij 30 centimeter bent. 30 centimeter in totaal en dat is 12 inch. Dus je blijft gewoon je vierkant vervolgen totdat je bij 30 centimeter vierkant bent en dat is 12 inch en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. De hoeken die worden iedere keer op dezelfde manier gehaakt en ik film even apart de hoeken, zodat je ook elke keer terug kan kijken van hoe sluit je nu de toer bij de granny. Dus je haakt tot het eind. En je moet ook goed opletten dat je alle steken pakt. Even kijken of ik nog moet inzoomen, dat het beter gaat. Dat zo scherp is. Kijk, hier heb je dus 2 stokjes bijgehaakt, dit is de meerdering. En hier heb je van je vorige toer je beginlossen gemaakt. Dit is een vaste en 4 lossen. Dan zorg je wel dat je die 2 die je in die opening hebt gedaan, dat je die nog haakt. En dan heb je hier een vaste en 4 lossen gedaan en in de derde losse ga je de toer sluiten. Dus 1, 2 in de derde losse, dat is deze, steek je in, je haalt je draad op en je haalt hem nog een keer door de lus en dan heb je de hoek gesloten en iedere hoek begin je weer met insteken, draad ophalen, omslaan door 2. Dus je zet eerst in die losse boog, in die opening zet je een vaste en 4 lossen. Dus je gaat 4 lossen maken, 1, 2, 3, 4.
4. Zo begin je iedere toer. Dan ga je weer 2 stokjes maken. Zie je? En dan is dadelijk deze losse, die tellen we mee als stokje. Zo ga je iedere hoek of iedere toer sluiten. En je zorgt dat je die 2 stokjes in die losse opening gedaan hebt. En dan zorg je heel goed dat je die 2 stokjes die je hier hebt, dat je daar ook weer een stokje in zet. Dat je die niet vergeet, dat je niet te ver, of dat je die niet overslaat. Zo moet ik het zeggen. Trek altijd een beetje aan je haakwerk. En dan die 2, die meerdering eigenlijk in die losse boog. Zo noem je dat, de losse boog. Dat je die ook meepakt. Kijk, want die zaten in de vorige toer, zaten hier weer een meerdering van 2 stokjes. En dan haak je weer door. Op elk stokje een stokje. En tot de hoek. En bij de hoek, daar zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu aangekomen bij de hoeken en de hoeken, daar heb je dus altijd die meerdering van 2 stokjes, 2 losse, 2 stokjes. En je moet zorgen dat je elke steek een stokje zet. Dan ga je in de losse boog, daar ga je 2 stokjes zetten. 1 2 dan 2 lossen, 1 2 en dan weer 2 stokjes, 1 dan keer je weer een beetje zo je werk en dan 2. Je pakt weer het stokje wat van de vorige meerdering. En nog een stokje. Dus je pakt iedere steek. En zo krijg je hele mooie, allemaal dezelfde hoeken. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. De tas wordt dus vanuit het midden gehaakt met een granny. En je maakt de hoeken iedere keer hetzelfde. En dan haak je zo groot als dat je met mindere begint. Kijk, de hoeken zijn de meerderingen. En in het midden, en dan meet ik even op. Ja, in totaal moet je een granny maken vanuit het punt 15 centimeter vierkant, dus dat is 30 en dat is ongeveer, dit is 15 centimeter en de inches is 16 inch vanuit de punt en dan 2 keer is dus de het vierkant zelf, kan ik ook even meten, is 12 inch of 30 centimeter. Dus je maakt eerst het vierkant en dan ga je minderen en dat heb ik ook apart uitgelegd. Dus je hier meerder je en in het midden van het vierkant daar gaan we minderen. Dus hier in de hoeken meerder je en in het midden van het vierkant hier ga je iedere keer minderen en dan meet ik eventjes. Hier heb ik, ja, de hoogte is 20 centimeter.
en in inches is het 8 inch. En dan ga ik nog even vanuit de hoek meten. Dus dit is die lange lijn waar je gewoon iedere keer doet meerdere. Dat is in centimeters. Ja, zolang als dat jij hem hebben wil, maar ik heb ongeveer 43 centimeter tot het midden en dat is ongeveer 17 inch. En natuurlijk moet je natuurlijk hier gaan minderen, maar dit ga ik in de volgende video uitleggen. Ik zou zeggen alvast bedankt voor het kijken naar deze video. Graag duimpjes omhoog en abonneren en dan zie ik je bij de volgende video weer terug. Tot ziens!